Welkom op dag 1 van het International Film Festival Rotterdam, waar de komende 10 dagen meer dan 200 films worden vertoond. Wij zullen iedere dag verslag doen van het festival, met interviews, reportages en het laatste nieuws. Openingsfilm is het Indiase drama Kissa, dat zo gaat beginnen. Eerder vandaag spraken we met Mart Dominicus, festivaldirecteur ad interim. Over een paar uur gaat het festival officieel van start. Werd het ook tijd? Ja, we hebben er lang naartoe gewerkt en dan wil je ook gewoon dat het gebeurt. Nu is het moment daar. Zenuwachtig? Beetje, ja. Het is niet mijn dagelijkse routine dit. Nee, want je springt in voor festivaldirecteur Rutger Wolfsen. Hè? Die is herstellende van een auto-immuunziekte. Kreeg je het festival snel in de vingers? Wel de grote lijnen, maar niet de details. Dus je voelt heel snel wel waar de discussies heen gaan, wat de signaturen van de diverse programma-onderdelen zijn. Maar we hebben uiteindelijk een pakket van honderden films. Ja, dat is voor mij niet te doen om daar helemaal wegwijs in te geraken. Dus je hebt heel veel niet gezien? Heel veel. Veel. En ik ben nog steeds eigenlijk in een verloren uurtje probeer ik nog steeds iets in te halen. Hoe meer ik zie, hoe beter. Maar ja, dat is gewoon niet te doen. Qua tijd alleen al niet. We gaan even naar de openingsfilm. Dat is Kissa uit India. Waarom hebben jullie voor die film gekozen? Om twee redenen. Het is een film die gesteund is door het Hubert Bals Fonds. En het Hubert Bals Fonds bestaat dit jaar 25 jaar. Dat is een fonds gelieerd aan het festival wat films een bijdrage levert om gerealiseerd te worden. Geld geeft, om medefinancieren. Ja, maar dat zijn relatief kleine bedragen. Dat zit vooral in het voortrek, in de scriptontwikkeling. Daar kunnen we met kleine bedragen het meest effectief zijn. Een andere reden is natuurlijk omdat het een mooie film is. En een film is, en dat is wel belangrijk, die ook in staat is om een grote zaal te bespelen. Kijk, je hebt hier niks aan om een heel kleinschalig, intiem, hoog artistiek, hyper-individueel filmpje te vertonen. Met die niemand bereikt. Ja, zo'n zaal met 1500 man, heb je echt iets nodig. En volgens mij kan deze film dat doen. Het is inderdaad een film van het Hubert Bals Fonds. Dat bestaat ook nog eens een keer 25 jaar dit jaar. Ja. Jullie besteden er ook aandacht aan. Hoe? Ja, we hebben uiteindelijk meer dan 1000 projecten gesteund. Hebben we er 12, 13 nu uitgelicht en die worden even apart in de spotlights gezet. Als een soort eerbetoon aan de geschiedenis van het Bals Fonds. Wij diepten beelden op uit het archief van de in 1988 overleden Hubert Bals en spraken met drie prominenten van het naar hem vernoemde fonds. Ik heb die films morgenochtend nodig, Festival Rotterdam. Stel u het volgende voor. Mijn naam is Hubert Bals, ik kan u papieren, ik kan u iets geven. Onze shipper hier is Netrof en die kan morgen de zaak uitklaren voor mij. Geef hem alsjeblieft die films mee. Bals is legendarisch inmiddels hier, als je hier rondloopt in Rotterdam nog altijd. Hij heeft natuurlijk de kunstzinnige film hier in Nederland een plek gegeven met de filmhuizen, nou noem maar op. Maar waar het begon, en dat is wel echt een leuk verhaal, waar het ooit begon was dat ik denk midden jaren 80 spreken wij, dus best een tijdje geleden, zat ik met Huub Bals op een terrasje in Cannes. En toen was daar de Chinese filmmaker Chiang Kai-shek. Zat hij te vertellen dat hij in New York les gaf aan Amerikaanse huisvrouwen hoe ze met stokjes moesten eten. Want hij had geen geld om zijn scenario te schrijven. En toen zei Bals ter plekke dat hij 50.000 gulden destijds dus nog gaf. En toen was dat ontbijt over. En toen keek hij mij aan en zei hij, nou, regel jij dat maar. Kunt u een verandering opmerken die er is opgetreden in het fonds door de jaren heen? Wij hadden een ongelofelijke hekel aan de neocolonialistische relatie tussen gevers en ontvangers die veel ontwikkelingshulporganisaties voortzetten. En wij wilden daar een radicaal einde aan maken. Want wat krijg je? Er is niks zo vervelend voor iemand die een beetje normale trots heeft, om een aalmoes te ontvangen van de goede witte gever in Noord-Europa die vroeger een kolonialist is geweest. Dus die mensen die, als je een beetje trots bent, dan denk je, ja, kom op, hey, zeg, moet ik het ontvangen? Geef hier die poet en hou je mond verder en laat in die selectiecommissie, laat mij erin zitten en niet jij. Dus wij dachten, dat moeten we niet hebben. Dus lang voordat minister Ploemen bedacht dat je een zakelijke relatie
met je partners dient aan te gaan, hebben wij dat gedaan in Rotterdam. We werken met een budget van op dit moment van 5 ton ongeveer. En we proberen dat eigenlijk zo strategisch mogelijk ook in te zetten. Dus wij ondersteunen films in twee cruciale momenten in het ontwikkeling van een filmproces. Dat is de scriptontwikkeling, dus eigenlijk aan het begin van de film en aan het einde voor postproductie. En voor beide momenten is het vaak heel ingewikkeld om financiering te vinden. Aan het begin is het vaak te vroeg, dus voor partners om zich te verbinden daaraan, zeggen, nou ja, wacht wel even tot er een script komt. Daar is het ingewikkeld voor. Aan het einde is het vaak heel ingewikkeld omdat de film eigenlijk praktisch af is. En om dan nog partners te vinden die dan het laatste stukje willen financieren, dat is ook niet echt, dat is ingewikkeld. Heel bijzonder was dat we ook vaak zorgden voor vertoning in het land zelf. Ze hadden een film van Abderrahmane Sissako, een Afrikaanse filmmaker. We gingen toen, wij gingen niet altijd mee, want daar hadden we natuurlijk helemaal geen geld voor, zonder van het geld. Maar hij ging die film laten zien in het dorp in Afrika waar hij die film gemaakt had. Er was geen filmdoek, dus wat deed hij? Hij werd met een plaatselijke kleermaker, met een wit laken, een paar lakens aan elkaar genaaid, opgehangen op het dorpsplein. Al die mensen zaten met elkaar op dat plein in het dorp, met z'n allen naar die projecten te kijken en niet naar dat doek achter ze. We hebben hier in huis nog wel eens Hee Jun gehad te logeren, die via een omweg zijn materiaal achterna gereisd was. En die heeft het hier in Amsterdam afgemonteerd. En dat werd niet in dank afgenomen door de Chinese ambassade. Die hebben een aantal Chinezen in regenjassen, die hebben een inval gedaan in het Hilton Hotel in Rotterdam tijdens het festival. En daar hebben ze een paar filmmakers opgesloten in kamers en geïntimideerd. En daar zijn wij met geweld tussen gekomen. Ja, en om die mensen te bevrijden. In het hele jaar zal hij volgens 4 jaarzijden zijn 4 En elke jaar zal hij de dood. 从立秋那天开始, 他称之为土葬, 直至他的身体的承受力达到极限。 25 jaar Hubert Balsfonds, maar hoe nu de volgende 25 jaar? Hoe zie je de toekomst van het HBF? Rooskleurig, uiteraard. Ik denk dat het ondersteunen van mensen die gedwarsboomd worden door overheden en die onderhevig zijn aan censuur, dat altijd belangrijk blijft. Ik denk ook dat het stimuleren van een divers aanbod belangrijk blijft. Je ziet dat door de politieke omstandigheden in Europa bijvoorbeeld het nationalisme enorm in opkomst is en men enorm naar binnen kijkt en zichzelf de lucht in wil steken. Nou, als dat beeld bijgesteld kan worden, verrijkt kan worden door films uit andere landen te laten zien, andere mensen en denkwijzen en culturen binnen te brengen, dan is daar nog een toekomst die volgens mij nooit ophoudt. Morgen weer een Tiger Report, waarin aandacht voor de opkomst en ondergang van Europa, want daar maakt de kunstenaar Thomas Bellink een tentoonstelling over. En een gesprek met acteur Pierre de Ledonchamp, hoofdrolspeler van een film die hier zeker veel stof zal doen opwaaien, L'Inconnu du Lac. Een film die stevig wordt omschreven als Alfred Hitchcock meets gay porn.